Gerald Roethoff is een gerenommeerde strafrechtadvocaat met zijn eigen firma in Amsterdam. Machteld Roethoff is een jongere zus, ook strafrechtadvocaat. Zij heeft ook haar eigen firma, in Arnhem. En daar is neefje Jamiel net begonnen als advocaat. Ze werken intensief met elkaar samen. Zij zijn de verdedigers van verdachten van drugstransporten, vrouwenhandel, fraude, moord, doodslag en afrekeningen in het criminele circuit. Ook zijn zij strafpleiters van verdachten van kleine delicten met grote gevolgen. En weten bekende sporters en artiesten de weg naar deze verdedigers, firma Roethoff Advocaten, te vinden. Ik ben Mildred Roethoff, filmmaker, zus en tante. In deze zesdelige serie, De Verdedigers, dompel ik mezelf onder in hun wereld, waar niets is wat het lijkt. In deze aflevering reis ik met mijn familie naar ons tweede thuisland, Suriname. Het is een prachtig land en heeft veel gezichten. Hoe vind je het om in Suriname te zijn? Eén woord, fantastisch. Kijk om je heen. Vanaf het moment dat ik zeg maar één stap uit het vliegtuig zet, is het echt inderdaad thuiskomen. En wil ik niet zeggen van Nederland is niet mijn thuisland. Ik bedoel van ik heb daar alles. Maar het is alsof een bepaald gevoel van ontspanning over je heen komt. Machteld en Gerald reizen samen met 24 strafrechtadvocaten naar Suriname voor een opfriscursus. Om hun vak te mogen uitoefenen zijn ze verplicht om jaarlijks hun studiepunten te behalen. 'S Ochtends krijgen ze les van officier van justitie Peters en advocaat Van der Kruis. En 's middags is er tijd voor ontspanning en andere zaken. Een echt tropenrooster. Oké, beste mensen, wij gaan nu een belangrijk arrest bespreken van de Hoge Raad van 4 april van dit jaar. Dat noemen we het smartphone-arrest. En we hebben het al eerder besproken, dat heeft alles te maken met de bescherming van je privacy. Pieter zal het arrest bespreken. Ja, in zijn algemeenheid gezegd, hoe ver gaat die bevoegdheid nou? Mag je nou alles uitlezen? De hele geschiedenis van iemand die op een iPhone staat, op een notebook staat, daar gaat het arrest van de Hoge Raad over. Maar wat is dan de consequentie als iets onrechtmatig is? Maar ja, misschien kunnen we jullie die vraag stellen. Wat zeggen jullie dan op de zitting? Hoe brengen jullie dat weer op de zitting? Ik dacht nog dat jullie goed hadden opgelet. Wat maak je een goede strafrechtadvocaat? Ja, ik zeg altijd, je staat gewoon op de markt en je moet je verhaal kwijt. Je moet zorgen dat je een mandje hebt met allerlei bagage, instrumenten, wapens waarmee je kunt laten zien van het Openbaar Ministerie. Kijk eens, die getuigen van jullie, heel mooi allemaal, maar hallo. Rechter vertrouw er maar niks van, want en het uitleggen aan de rechter op een manier dat hij denkt van ja, dat is redelijk wat die raadsman zegt en daar ga ik mee aan de haal. Wat natuurlijk heel vreemd is, is dat tegenwoordig communiceert iedereen per app. En dan zou het van een zotte zijn dat de politie zelf zonder toestemming van inderdaad een rechter al die informatie die je normaliter via de telefoon hoort uit de telefoon zou kunnen trekken zonder dat er een sanctie tegenover staat. Maar ik denk dat je op een gegeven moment zou moeten zeggen dat het strijdig is met een eerlijk proces als die informatie meegenomen zou kunnen worden in een strafzaak. Nou, Gerald, je slaat de spijker op zijn kop. Hè. Wil de politie het hele toestel doorzoeken, dan moet dat een opdracht van mij. Dan kan ik de opdracht geven dat toestel wordt doorzocht. De gedachte nu is dat wij als officieren vrij ver kunnen gaan en vergaande bevoegdheid hebben om diepgaand die toestellen te doorzoeken. Ik ben heel lang strafrechtadvocaat geweest en op een moment wil je ook wel iets anders. En uiteindelijk kon ik bij de OM gaan werken en dat had ik natuurlijk in mijn leven nog nooit gedaan. Dus dat was een nieuwe uitdaging. Je moet als vertegenwoordiger van de OM ook duidelijk de samenleving vertegenwoordigen en het OM. En dat moet je ook leren. Buiten Suriname, buiten de klas, kan ik me nog voorstellen dat je lijnrecht tegenover elkaar staat. Ja, zeker. Maar soms wordt hij in de rechtszaal geconfronteerd met dingen die hij zelf heeft uitgelegd in de cursus. Snap je? En dan moet hij tegen zijn eigen standpunt ingaan, als het ware. Dus dat is wel geestig. Het is natuurlijk heel apart dat een advocaat-generaal met je zaken bespreekt en uitlegt hoe het werkt vanaf hun kant en hoe zij interpreteren de kant vanaf de verdediging. Dat is heel interessant. In eerste instantie, als ik het zo plat mag zeggen, de strafrechtadvocaat verdedigt de boef. Het OM, de aanklager, de officier van justitie, die wil de boef achter tralies hebben. Je gaat een heel ander doel nastreven als officier van justitie. En dat is inderdaad dat je de misdaad gaat bestrijden. En dat betekent dus ook dat je inderdaad anders in de zittingszaal staat en daar ook een andere boodschap moet verkondigen. En voor mij was dat ook wel echt iets wat ik moest leren. Zou elke strafrechtadvocaat officier van justitie kunnen worden? Nee, dat denk ik niet. Omdat je als officier natuurlijk een heel andere doelstelling hebt, namelijk de misdaad bestrijden. Nou ja, niet elke strafrechtadvocaat kan dat.
Wat moet je in huis hebben om de misdaad te kunnen bestrijden? Uithoudingsvermogen, creativiteit, vindingrijkheid, vasthoudendheid, stressbestendigheid moet je hebben. Dat zijn echt wel de vaardigheden die je van een officier van justitie mag verwachten. Bij een advocaat gelden precies dezelfde eisen in mijn beleving. Daar kun je dezelfde eisen aan stellen. Toch zegt u van niet iedere strafrechtadvocaat zou een goede officier van justitie kunnen worden. Nee, maar niet iedereen heeft alle competenties die wij vragen die je als officier van justitie moet hebben. Ziet u dat Gerald Roethoff of Machteld Roethoff nog ooit doen, die switch maken naar officier van justitie? Ik heb met hen erover gesproken. Dat zie ik niet, nee, denk ik. Ja, je moet ook inderdaad zeggen van ik wil betrokken zijn bij de bestrijding van de misdaad. Wat een hele andere tak van sport is dan het verdedigen van mensen. In mijn beleving ligt bij de familie Roethoff het hart vooral bij het verdedigen van mensen. Je zal dus een hele move moeten maken, wil je als officier van justitie gaan werken. En dan moet je dus je hart gaan veranderen. En dat zie ik ze echt niet doen. Goed, wij gaan voor vandaag afsluiten. Ja. Dank voor jullie inbreng en een fijne dag nog. Hey, na de les praten Gerald en ik over vroeger, toen we nog in Paramaribo woonden. We zijn weliswaar alle drie in Nederland geboren, maar al jong naar Suriname verhuisd. Ken je dit, Mildred? Is dit onze school? Ja. Ja. En onze school. Onze school. Uiteindelijk zijn we één voor één teruggekeerd naar Nederland om als jongvolwassenen een nieuw leven op te bouwen. Maar onze jeugd speelde zich af in Suriname. We moesten ons plekje vinden in een voor ons nieuw land. Onze kleur in combinatie met een Hollands accent maakte dat niet eenvoudiger. We zijn streng opgevoed door een vader die een vooraanstaand man was en allerlei functies bekleedde. Je moet niet vergeten dat papa hier gewoond en gewerkt heeft. Hij was adviseur van de korpschef. Gaf de korpschef advies over juridische zaken, hoe te handelen en nog heel veel meer. En dat weet men nog. Het hele politiekader in Suriname heeft strafvordering gekregen van papa. Hij heeft ze les gegeven, dus het hele politiekader kent de naam. Ik weet niet of jij dat nog weet, maar als kind, als we in de auto reden of waar we ook liepen en kwamen agenten tegen, was het altijd in de houding en meester. Dat is wat de agenten zeiden, standaard en overal. Het gaat erom, je moet iets doen om iets te kunnen bereiken. Je moet hard werken om iets te bereiken. En dat is, denk ik, iets wat papa heeft, wat wij met een paplepel hebben ingegooid hebben gekregen. Niet zeuren, gewoon doorgaan. Noem het hoe je het wilt, noem het vriendjespolitiek. Ik kan me nog herinneren dat ik een keertje, toen was ik ondeugend, midden in de stad vuurwerk afstak. Veel te vroeg, ook hier zijn regels. Nou, raar wat er gebeurde, ik werd letterlijk in mijn kladden gepakt. Bam, in mijn nek en meegebracht naar het politiebureau. Op een stoel neergezet. Wat is je naam? Roethoff. Nog een keer, Roethoff. En ineens veranderde de houding van de agenten. Wie is je vader? Max Roethoff. Toen werd er gezegd, hey, naar boefmeester. Vertaald, het is die zoon van meester Roethoff. Jongeman, niet meer doen, hè? En stel je vader teleur. En ik was na 10 seconden weer buiten. Aan de ene kant had je dan wel, wat je dan noemt, dat... Toen ik op het politiebureau zat, ik binnen 1 minuut weg mocht. Maar thuis heb ik 10 keer voor straf gekregen. Als een straf die ik van de politie ooit had kunnen krijgen. Dus dat was dan wel de compenserende factor. Wat ik met name meegekregen heb, is hard werken. En je nooit boven wie dan ook verheven voelen. Dat is het. Ik heb een tijdje in mijn hart, maar liever jou. Ook in Suriname hebben Machteld en Gerald cliënten. Zanger Damaru schakelt Machteld in omdat de visa-aanvragen voor zijn band, The Love Messenger, telkens vlak voor vertrek naar Nederland worden afgewezen. Ze voelen zich slecht behandeld en dit heeft op allerlei vlakken vervelende gevolgen. Wat steekt jou het meeste? Kijk, wij hebben eigenlijk daardoor een soort slechte naam gekregen van hoe staat het met de Love Messenger, hoe staat het met de organisatie. Mm-hmm. Weet je, we zijn toen in hoger beroep gegaan, we hebben een zwaarschrift ingediend. Na 5 weken hebben we weer een bericht gestuurd van oké, als jullie zeggen van we willen alsnog aflezen, vragen we een nieuwe schema met de optreden, geplande optreden. Ja. Dat hebben we weer gedaan. Onze geplande optreden was voor 13 oktober. Ja. En wij kregen pas 18 oktober bericht van de END. Dus daar zijn we opnieuw weer in de schulden gegaan. Kijk, je hebt aan de ene kant de afwijzing. Yep. En aan de andere kant heb je de kosten. Dus wat wij moeten doen is ook gaan bekijken van oké, wat voor kosten zijn er gemaakt. En
naast dus het bezwaar wat er ingediend wordt ook zeggen van joh, en we willen gewoon schadevergoeding. We hebben totaal niet hierop gerekend. Nee. Het is als een klap bij ons aangekomen. Niet alleen Damaru's en band The Love Messenger heeft met dit probleem te maken. Het is een probleem die iedereen zo'n beetje mee te kampen heeft. Die zou willen afreizen naar Nederland. Vooral bandjes uit Suriname. Op het moment dat je op Schiphol aankomt, dat je ook die 100% controle krijgt. Precies. Weet je? En die 100% controle, ze doen hun werk. Daar komen we niet aan. Maar bepaalde vragen komen weer in strijd met de werkwijze van de ambassade. Waarom ik het zeg. Kijk, en het is letterlijk zo dat je... Hoeveel man kunnen jullie even in een hoek? Als artiest, precies wij, zetten ze in een hoek. Ja. Alleen omdat ze ons hun vermoeden hebben dat er misschien iemand zou zijn die... Maar vermoeden moet ergens op gebaseerd zijn. Ja, maar, ja, natuurlijk verdenken ze je op drugsmokkel. Dezelfde overheid die nu bij in die hoek drukt daar op Schiphol... Ja, die heeft mij 2 dagen van tevoren pas akkoord gegeven. Dus ja, vind je het gek dat ik dan 1 dag van tevoren een ticket koop? En dat wil mij vervolgens op Schiphol weten. Meestal als je daar, als je daarbij aangehouden wordt, je pas tegen 6 uur 's avonds weer vrijgelaten. Ja. Ja, ik vind het niet normaal. Ik bedoel, van je kan je werkwijze hebben, maar niemand wil zo reizen. Wat wij zouden moeten vragen, is of de IND excuses wil aanbieden. Voor de manier waarop zij met jullie zijn omgegaan. Misschien is het ook interessant om eens ernaar te kijken of je nog referenties weer kan krijgen. Ja, zeker. Die band hebben we met al die artiesten. Of Jan Smit, precies. Ja, ik denk dat hij er altijd open voor staat als ik met een probleem zit. Ze zeggen 3 keer is scheefrecht. Kijken wat we verder kunnen doen en kijken of er nog andere stukken nodig zijn om het nog verder te onderbouwen. Ja. En we laten ons echt niet afschepen. Nee, helemaal niet. Het leven van mijn broer en zus gaat niet alleen maar over rozen. Machteld en Gerald hebben ook hun dieptepunten, op zowel zakelijk als persoonlijk vlak. Ze kennen elkaar als geen ander. Gerald doet alles met flair. Of dat hij zeg maar, de rechtbank binnenstapt met wapperende toga, bij wijze van spreken. Of dat hij met de cliënt spreekt. Of dat hij in het verkeer wordt staande gehouden en dat de politieman een gesprekje met hem wil voeren. Alles gebeurt met flair. Machteld was altijd mijn kleine zusje. Ik kan me nog herinneren dat ze hier voor het eerst naar de kleuterschool ging. Toen werd ze afgezet en gingen papa en mama weg. Machteld huilen. En toen was ik de persoon die haar troostte. Dus dat gevoel van het kleine zusje heb ik heel lang gehad en gehouden. Ook toen ze in de advocatuur kwam. Ze was in het begin... Zeg gewoon heel eerlijk, wat onzeker. Maar die onzekerheid die ze had, compenseerde zij door extra hard te werken. Extra veel te lezen. Extra goed een zaak voor te bereiden. Ik denk dat hij zou zeggen, dit is mijn kleine zusje. Dat allereerst, niet zusje, maar kleine zusje. En dat hij mij altijd beschermt. Wakker worden in een land waar de zon altijd schijnt, werkt ontspannend. Voor mij het moment om de diepte in te gaan. Even pa gaan groeten. Ik heb nog wat dossiers bij pa liggen, dus dat moet ik niet vergeten. Ik heb hier geprobeerd ook te werken, ook aan mijn Nederlandse zaken. Maar dat lukt wel. Maar laten we eerlijk zijn, kijk om je heen. In Nederland kan je focussen. In Nederland heb je niet die afleiding die je hier hebt. Weet je, laat even een banaan op de tafel liggen en voor je het weet is er een vogel bij die banaan van je wilde meenemen. Oeh, dat zijn die leuke dingetjes. Dus... Zodoende. Sitting in the morning sun. We'll be sitting in the evening too. Watching the ships roll by. Kom. Ik kan me nog heel goed herinneren dat je vroeger was een driftkikker. Of je verbloemt het heel goed. Dat is nu totaal weg. Wat is het turning point geweest voor jou? Kijk, ik kan dit zeggen. Op de lagere school heb ik letterlijk moeten vechten. In Nederland nog was ik anders. Dus als je anders bent als kind, dan praat je over 5, 6-jarig jongetje, 7-jarig jongetje, word je geplaagd. Toen ik naar Suriname kwam als 7, 8-jarig jongetje, was ik in Suriname vreemde eend in de bijt. Werd ik ook geplaagd, ook gepest. Uiteindelijk toen ik naar Nederland ging, heb ik 2 keren op straat ruzie gehad. Maar op een gegeven moment, je wordt ouder en dan denk je, ik was nog een tiener, hè? Het is echt mijn tienertijd geweest. En dan denk je, dit wil ik niet.
Want daar moet je, ja, daar moet je uitkomen. En ik ben daar gelukkig heel goed uitgekomen. En inderdaad, nu, als je het hebt over drift. Nee, ik bedoel, ik moet me beheersen. Voor mijn cliënten in de rechtszaal. Er zijn genoeg momenten waarop ik mij zou kunnen irriteren. Maar ik laat het van me afgeleiden. En dit is gewoon voor mij veel lekkerder. Gewoon rustig door het leven te kunnen gaan zonder boosheden. Kijk, natuurlijk is het belangrijk dat je ad rem bent. Maar voordat jij zeg maar iets zegt, moet je wel even over na hebben gedacht wat je daarmee wilt zeggen en wat je daarmee wilt bereiken. Dus ja, dat is wel belangrijk. Woorden zijn een woordgebruik. Dat is heel belangrijk in het vak. Dus je moet een beetje... Hey, ons ouderlijk huis! Mooi, dat ziet er niet meer zo uit zoals het was, hè? Als ik het als strafbaar feit zou moeten kwalificeren, dan zou ik haast willen zeggen verkrachting. Oeps, wat zeg je nou? Ja, dat is wel zonde. Ik heb één keer gehad dat een wederpartij een klacht tegen mij heeft ingediend. De klacht is ongegrond verklaard, overigens. Het gekke is dan dat je inderdaad een hele andere rol hebt, hè? Dan ben jij dus de cliënt en heb je een advocaat. En je bent ooit gewend geweest dat jij dan advocaat was en de cliënt naar jou toe komt. En dat was toch wel heftig. Toen heb je Gerald als advocaat ingeschakeld? Nee, zeker niet. Maar dat komt dan te dichtbij. Het is mijn broer, het is familie, dat doe je dan niet. Bijna een maand geleden verdween in de binnenlanden van Suriname een helikopter. Aan boord een Nederlandse piloot en een Surinaamse inzittende. De Nederlandse helikopterpiloot Donovan vloog voor de Surinaamse verkiezingen stembiljetten naar het binnenland. Maar op de terugweg naar Paramaribo verdween hij spoorloos. Zoekacties van de Surinaamse autoriteiten hebben nooit iets opgeleverd en de Nederlandse overheid weigerde hulp te bieden. Dus zet de helikoptereigenaar en oom van de vermiste piloot veel geld en middelen in om zijn neef te vinden. We hebben grondtroepen moeten bevoorraden. We hebben 60 tot 80 man op de grond gehad. Vehikels moesten brengen, dus auto's die het bos in kunnen. Onze inzet was $2.7 miljoen. Heb je zelf geïnvesteerd? We hebben geïnvesteerd door het zoeken met 3 helikopters, 800 uur. En we vlogen echt laag, echt, je kon de bommen bijna aanraken. Precies. Tijdens het zoeken werd opeens ingesloten door wolken en regen. Mm-hmm. Ik kon geen kant op. Mm-hmm. Tijdens die rescue? Tijdens die rescue. Ze hebben gezegd, zie je wat ze meegemaakt hebben? Waarschijnlijk. Mm-hmm. De Surinaamse autoriteiten hebben nooit iets teruggevonden. De hamvraag is waarom Nederland nooit heeft helpen zoeken naar zijn Nederlandse onderdaan. Dit terwijl in andere gevallen van vermissing de overheid grootschalige zoekacties op touw zet. Toen ben ik naar een bedrijf gegaan in Nederland die het materiaal heeft om te zoeken. Is namelijk een metaaldetector. En die heeft gezegd, het kost heel duur, okay, maar we kunnen het niet aan je verkopen. Mm-hmm. De reden waarvoor, het wordt verkocht aan Defensie. Want met dit apparaat kan je ook onderzeeërs vinden. Maar goed, ze hebben gezegd, weet je wat, vraag aan Defensie, gaan ze jullie helpen. Dan is het een Defensieonderzoek. Hebben we gedaan en toen is er uit Nederland uitgekomen van, het moet op niveau gedaan worden, het moet door de president. Ik was er bij de president, het persoonlijk heeft getekend. Na een maand is de uitkomst uit Nederland is nooit opgekomen, ja. Ik heb begrepen van bedrijven die ik benaderd heb in Nederland, die ook apparatuur hebben, dat zij teruggehouden zijn door de DEA. Ze mochten van de DEA geen hulpverlening doen, omdat de DEA-onderzoek bezig is. Want waarschijnlijk is er drugs in de kist. Suriname is bekend als een drugsdoorvoerland. De president wordt ervan betucht dat hij in drugs handelt. En wij zijn al heel veel jaren dicht bij de president, want we vliegen voor de president. Voor de overheid. En de Surinaamse de overheid is in dit geval meneer Boutersen. Ik heb zelf de Nederlandse justitie, de minister heb ik gevlogen, Balkenende heb ik ook gevlogen. We zijn een airtaxi, we brengen van punt A naar punt B. Het is naar de dingen geweest, de Tweede Kamer, en het is allemaal politiek. Men ging ervan uit dat we misschien spullen van meneer Boutersen hebben gebracht, weet je wel. Spullen? Laten we gewoon het beestje bij de naam noemen. Ja. Waar praat je over? Men ging ervan uit dat de drugstransporten werden gedaan. Mm-hmm. Links of rechtsom staat Suriname natuurlijk wel een beetje bekend als de doorvoerhaven van drugs. Ja.
Als je zegt dat Suriname bekend staat als doorvoerhaven van drugs, heb je misschien een punt. Aan de andere kant, waar zijn de laatste jaren in Europa de grootste hoeveelheden drugs aangetroffen? In Nederland. Ik vind inderdaad het een belachelijk idee dat omdat er een helikopter kwijt is van iemand die ook de president vervoert, dat dan direct gedacht wordt aan drugs. Ik begrijp dat niet, moet ik je eerlijk zeggen. Ik bedoel, met KLM worden elke dag vanuit Suriname vluchten uitgevoerd. Als je aankomt op Schiphol, is het zo dat je wordt opgewacht door teams van douaniers. En elke keer vindt men wel iets van drugs. Mocht er iets met een KLM-vliegtuig gebeuren, zegt men toch ook niet dat komt door drugs. Donovan is daar uiteindelijk de dupe van. Het is niet mijn vakgebied, maar het is wel iets wat me aan het hart gaat. Dus ik ga er iets mee doen. Nederland heeft bepaalde manieren positieve verplichtingen. Op grond van een Europees verdrag bijvoorbeeld, richting zijn of haar onderdanen. Nederlanders die hier zijn geweest. Mm-hmm. Die wij gered hebben, heel veel Nederlanders zijn. We gaan lekker de tropen in, hebben een ongeluk gehad, hebben we geholpen. Nu hebben we gevraagd om te helpen, al moeten we ervoor betalen. We hebben totaal geen hulp gehad. Houthakkers stuiten afgelopen week op de stoffelijke resten van de piloten en het wrak van de helikopter. De vraag is, hadden de nabestaanden niet eerder zekerheid gehad als Nederland haar hulpverplichting gewoon was nagekomen? Volgende week gaat Gerald in hoger beroep in een cocaïnezaak. De belangrijkste beschuldiging tegen de cliënt is het bezit van 27 kilogram tot 37 pakketten met cocaïne. En Machtelt verdedigt de bedreiging van Paul Rozemuller. Elke patiënt die binnenkomt sla en hak ik dood met een bijl. Dus jij gaat zeggen dat ze in de rechtszaal de waarheid moet vertellen, want anders gaan er doden vallen en dan het liefst kinderen.